daar heeft vooral de Chinese bevolking onder de terreurdaden te lijden. Voor de landmachten en de mariniers de Lawang kunnen starten voor de bezetting van Malang, moeten eerst honderden van alles beroofde Chinezen worden geëvacueerd. De opmars naar Malang is uiterst moeilijk. Er zijn vele sluipschutters en ontelbare landmijnen langs en op de wegen. Door het vellen van bomen en het opblazen van bruggen dekt de TNI zijn terugtocht. Tankvallen moeten worden gedicht, bomen van de weg getrokken. De opmars vordert langzaam. In de vroegte gebruiken de soldaten hun ontbijt in het zicht van Malang. Daarna maar weer vooruit. Sluipschutters gesignaleerd. Infanterie rent naar voren om zich dan in het zijterrein te verspreiden. Dan is zo'n camouflagepak goud waard. Wie beweerde dat een Sherman tank niet kon springen? Malang volgt een groep de spoorlijn naar de stad en vindt reeds bij het viaduct de tanks die de brandtasbrug beschermen. De brug is intact, maar zware rookwolken bevestigen onze vrees. Er is veel in de prachtige stad vernield. Bewoners komen naar onze soldaten toe. En wat de krijgsgevangenen betreft, ze hebben de rommelige versperringen gemaakt, ze mogen die ook weer opruimen. De Chinese bevolking komt tevoorschijn nu de terreurbenden verdreven zijn. Nieuwe branden tonen activiteit van guerrilla's. En onmiddellijk wordt een sweep door de stad gemaakt om verdere verwoestingen te voorkomen. Franse onderdanen en Indo-Europeanen komen uit hun huizen tevoorschijn en begroeten de soldaten als hun bevrijders. Maar de eerste vraag is steeds, jullie blijven toch hier? De TNI heeft in Malang verschroeide aardetactiek toegepast. Maar waarom werd ook het gemeentehuis opgeblazen?
één kolonne trekt verder naar Batu. Hier heeft de TNI zijn kans gegrepen. Verschroeide aarde. Rookwolken duiden de plaatsen aan waar de dessa's en fabrieken lagen. Trieste verwoestingen te midden van de prachtige zwijgende natuur. Onze soldaten hebben haast, maar de versperringen zijn nu niet meer te tellen. Kijk uit voor die leeuw. Hij is wel van steen, maar toch gevaarlijk.